Mevrouw Sazias van Hart voor Hilversum. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil het inderdaad graag hebben over de commotie rond de zwerfdierenopvang in Hilversum. Het plan van de wethouder om niet langer in zee te gaan met dierenasiel Krailo en de zwerfdieren in Amersfoort te gaan opvangen is namelijk nogal een slechte aarde gevallen. Niet alleen bij heel veel mensen uit Hilversum, ook uit de hele regio, maar ook bij de LID, de Landelijke Inspectiedienst. Die heeft namelijk in een officiële brief aangegeven dat de verhuizing van zwerfdieren na 3 dagen... Dat volkomen onwettig is. Ze verwijzen daarbij dan naar artikel 21, lid 3 van het honden- en kattenbesluit. En daarin staat namelijk dat een hond en kat na ontvangst in quarantaineruimte moet worden geplaatst en na zijn inentingen minimaal 7 dagen moet blijven en de hond of kat mag het asiel gedurende die periode niet verlaten. Dus dat is het eerste punt, dat de LID dus aangeeft dat het gewoon niet mag. En ze hebben dan ook aangegeven dat als dit plan zo uitgevoerd wordt, dat ze dan gaan handhaven. De gemeente Amersfoort is hier inmiddels al van op de hoogte gesteld. Ik neem aan ook de gemeente Hilversum. Het plan zoals het dus nu voor ligt is daarmee om te beginnen al niet uitvoerbaar, want het is niet wettelijk. Nou, dat zou dan betekenen eventueel dat de zwerfdieren meteen naar Amersfoort gebracht moeten worden. Maar ja, jongens, dat is toch te gek voor woorden dat wij onze zwerfdieren vanuit de regio, vanuit Muiden, Weesp, naar Amersfoort moeten brengen. En denkt u dan ook aan de benzinekosten voor de plaatselijke dierenambulances die het toch moeten hebben van particuliere giften. Die kunnen dat gewoon, dat zijn onmogelijke kosten voor die dierenambulances. Dan nog even wat betreft dat honden- en kattenbesluit. Krailo voldoet daar gewoon aan. Zij het minimaal, maar ze zijn gecertificeerd. Daarvan is het gewest ook op de hoogte. Daarvan is ook deze wethouder op de hoogte. Er werd alleen bijgezegd dat het minimaal was. Ze voldoen, maar minimaal. En uiteraard ligt dat aan de behuizing. Die is nou eenmaal niet echt prachtig en up-to-date. Maar ze voldoen wel. De verzorging daartegenover, die is uitmuntend. Nou ja, en dat is toch altijd belangrijker dan een mooi behangetje op de muur. Inmiddels zijn de mensen van Krailo bezig met het maken van een nieuw en soberder plan waarbij ze in willen zetten op renovatie. En mijn vraag nu aan de wethouder is om toch opnieuw in overleg te gaan met dierenasiel Krailo over dat nieuwe plan. Vanmiddag heeft de wethouder ons een brief gestuurd. En daarin zegt hij dat hij dat overleg niet zinvol vindt en dat de andere gemeenten uit het gewest instemmen met het voorstel. Nou, ook daar, dames en heren, begint een kentering in te komen. Want Eemnes en Baren willen gewoon bij Krailo blijven. En Bussum en Weidemeren willen opnieuw onderzoek doen naar de zaken rond Krailo. Dan schrijft de wethouder vanmiddag ook dat er een onoverbrugbare kloof is ontstaan. En nu heb ik de sterke indruk dat deze kloof mede is ontstaan door persoonlijke irritaties tussen de betreffende personen. En het zijn vooral deze irritaties die het proces nadelig hebben beïnvloed. Meneer de voorzitter, misschien is het beter voor de frisse start om dit dossier aan een andere wethouder te geven als dat beter voortvarender is voor dit proces. Deze regio heeft gewoon recht op een goede dierenopvang en daar moeten wij ons voor inzetten. Tot slot wil ik nog even de vragen aan de wethouder herhalen. Bent u op de hoogte van de brief van het LID, waarbij ze refereren aan het honden- en kattenbesluit, artikel 21, lid 3, en waardoor dit plan onuitvoerbaar is? Ik wil ook graag weten wat hij daar dan aan gaat doen. En ik wil weten of de wethouder het op kan brengen om een frisse start te maken en het overleg te heropenen en niet af te ronden. En of hij anders bereid is om dit dossier over te dragen. Ik heb ook een motie, die bewaar ik nog eventjes. Ik wacht eerst even op de beantwoording van de wethouder. Mag ik u voortaan vragen om die eerder aan ons te doen toekomen? Want nu moet het allemaal à l'improviste. Het was het ook al een beetje op het laatste. Oh. Dus het is eens, maar nooit weer. Hoor ik u zeggen. Oké, wethouder Van der Wand.
Om direct op de vragen te beantwoorden, voorzitter. Ik ben niet op de hoogte van de brief die u noemt. Ik ben er natuurlijk zeer geïnteresseerd naar. Ik heb hem ook niet ontvangen. Dus als daar onomstotelijk in staat dat het niet mag wat we nu gepland hebben, dan moeten we daar goed over nadenken, sowieso. Maar ik ken die informatie niet. Wat gaat u doen? Ik wil graag die brief hebben en die beoordelen. U hebt het over een frisse start. Ik heb in mijn brief aangegeven, en daar blijf ik op dit moment op basis van de mij bekende informatie bij. Ik zie het niet als een persoonlijke irritatie richting Krailo. Ik heb heel bewust gelet op de problemen die in het verleden bestonden, afstand genomen door te vragen aan de wethouder in Huizen om namens de regio op te treden. Er is anderhalf jaar onderhandeld. Uiteindelijk is het gewoon een zakelijk probleem wat er is. En dat is de prijs die er betaald moet worden. Nog los van de verwarring die er enorm was ten aanzien van de wettelijke status van Krailo. Ook als die wettelijke status goed geregeld is, dan zat er nog een enorm verschil tussen de kosten en wat er betaald zou moeten worden. En daarover is heel vaak gesproken, niet door mij, maar door vertegenwoordigers uit de regio, met de vertegenwoordigers van dierenasiel. En daar is tot op heden geen, vanuit het Krailo, geen alternatief voor geboden. Er is in de raadscommissie van een paar weken geleden, zijn weer getallen genoemd. Ik heb nog steeds niet een nieuw stuk gevonden. Ook de wethouder van Huizen is daarvan op de hoogte. Ook zij heeft tot nog toe gezegd, ik ga dat niet heropenen, dat overleg. U stelt me nu een beetje voor een fait accompli dat er een brief zou zijn waarin zou staan dat de inspectie dat we niet aan de regels voldoen. Nogmaals, als dat zo is, dan ontstaat er wat mij betreft een nieuwe situatie. Zullen we het daarover moeten hebben. Maar ook heb ik in mijn brief gezet dat er vanuit Krailo nog steeds geen nieuwe informatie is gekomen die reden geven om dat zakelijke gesprek opnieuw te gaan openen. Ik heb het dus niet over irritaties. Ik ga nu ook niet zeggen, ik ga dat gesprek wel aan. Ik heb aangegeven in mijn brief dat ik samen met mevrouw Bakker uit Huizen in ieder geval een gesprek zal voeren met Krailo. Als de regeling zoals we die nu getroffen hebben, als die doorgaat, hoe we dat afbouwen en hoe we dat op een nette manier doen. Maar ik ga op dit moment, laat ik het hierbij, ik ga eerst kennis nemen van uw brief waar u het over hebt. En ik wacht alle initiatieven van Krailo als het gaat om de zakelijke kant, die wacht ik af en ik zal me dan daarover beraden. Ik zie geen enkele reden om dit dossier aan een andere wethouder over te dragen, want de feiten en de argumenten waar het over gaat, die heb ik net genoemd en die zijn niet van persoonlijke aard. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Sasias. Meneer de voorzitter, allereerst de brief. Ik heb hem hier bij me. Ik zal hem u overhandigen. Hier, die brief is van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Zij zeggen dat tijdens deze controle hebben geconstateerd dat met betrekking tot de subopvang van honden en katten het honden- en kattenbesluit van toepassing is. Met name wijs ik u op artikel 21 lid 3 van dit besluit. Indien men niet voldoet aan de bovengenoemde wetgeving voor subopvangen, kan er handhavend worden opgetreden. Alsjeblieft, meneer Van der Wand, hier is de brief. Van wanneer is die brief? 8 maart. En aan wie is die geschreven? Die is aan Krailo geschreven. En die kent de wethouder niet, die brief? Blijkbaar niet, maar ik begrijp dat Amersfoort hem inmiddels wel al heeft ontvangen. Oh. Dit is een brief van de Landelijke Inspectiedienst. Dan heeft de wethouder het over de prijs die betaald moet worden, dat daar ook een groot verschil is. Ook dat maakt deel uit van de nieuwe plannen die Krailo aan het maken is. Alleen zij kunnen een nieuw plan natuurlijk niet 1, 2, 3 boven tafel trekken. Ze zijn bezig met offertes, die hebben ze uitgegeven. En ze zijn daar ontzettend hard mee aan het werk. Ik vind dat ze die kans moeten krijgen. U spreekt mevrouw Sasius, over... mag ik u dan herinneren dat dit een vragenuur is en u geen heel debat gaat houden, want dan moet u het gewoon agenderen voor de commissie. Ja. En wat ik ook irritant vind is dat u de brief wel al heeft, maar dat u hem niet aan de wethouder eerder heeft gegeven. Maar dat u dat nu vanavond pas doet, dat vind ik heel vervelend. Ik heb, meneer de voorzitter, ik heb die brief vanmiddag pas in handen gekregen en ik ben er volledig van uitgegaan dat de wethouder ook in het bezit was van die brief. Dus ik ben eigenlijk een beetje verrast erover dat hij hem niet heeft gezien, want ik heb hem niet stiekem of zo achtergehouden. Nee, maar...
hij kende de vragen niet, hij kende de brief niet. Maar nee. Maakt u het kort, er zijn nog meer vragen en we moeten ook nog weg. Goed, ik zal het kort maken en ik maak het kort, dames en heren van de Raad, door het indienen van de motie, waarbij ik hoop dat u in elk geval zult steunen om het overleg met Krailo te heropenen, zodat wij, zoals het dictum zegt, zodat wij over passende dierenopvang voor een faire prijs kunnen hervatten. Voorzitter, een korte vraag aan mevrouw Sasios. De eerste vraag is, kunnen wij de brief ook krijgen? Dat zou denk ik helpen. En de tweede vraag is, morgen spreken we elkaar weer in het algemeen bestuur van het gewest. Daar zit aan tafel ook mevrouw Bakker, de behandelend wethouder vanuit het gewest. Ik zou u willen vragen, stuurt u dan ook deze vragen nog vanavond met die brief aan mevrouw Bakker? Dan heeft zij in ieder geval nog een ochtend om daarnaar te kijken en daar iets over te zeggen morgen in de vergadering waar het thuis hoort, wat mij betreft. Dat zal ik inderdaad doen en ik weet zeker dat mevrouw Bakker dat toch ook benieuwd naar is, want ook in de gemeenteraad van Huizen zijn inmiddels al vragen aan haar gesteld hierover. Ja, ik zal dat doen. Oké, dank u wel. Kastje. Voorzitter, het belang van de opvang van zwerfdieren staat hier wat mij betreft niet ter discussie. Of dat vervolgens bij Krailo gebeurt of in Amersfoort is wel een discussie. En mevrouw Sasias voert hier nu nieuwe argumenten en nieuwe feiten op die ik op dit moment niet kan beoordelen. En ik vind het ons ook heel moeilijk om dan volgens daarmee over een motie te kunnen oordelen. Ik zou mevrouw Sasias willen vragen die motie aan te houden en de suggestie van de heer Meddens te volgen. En vanavond daar verder niet over te hebben. Lijkt mij een goed voorstel, want de raad heeft informatie niet die u heeft. En dat hoort in de commissie thuis en niet hier nu in de besluitvorming in de raadsvergadering. Mag ik daar nog even over nadenken? Ja. Nee. Dan de volgende vraag. Wie wil de volgende vraag? Mevrouw Verwij? Voorzitter? Ja, mevrouw Sasia? Ik zou willen verzoeken om heel even te schorsen. Dan kunnen we de brief kopiëren en dan heeft iedereen hem meteen. Maar, ja. Het lijkt me beter hoor. Goed, ik ga even eerst de vragen en dan de agenda en dan zien we nog wat er allemaal blijft liggen. Voordat ik mijn vragen stel, heb ik nog een vraag aan mevrouw Sasias en de heer Broertjes. Want ik was toch wel benieuwd wat u met die lieve en aardige mensen van het dierasiel gaat doen vanavond. Ik weet wel dat het goed moet omgaan met de opvang. Maar om al die lieve mensen tot 12 uur in de opvang te houden, dat vind ik een beetje. Maar goed, dat is in het kader van, hoe moet je het zeggen, politieke gevoeligheid, weet ik veel. Dus meneer Broertjes en mevrouw Sasias, misschien kunt u straks even in conclaaf. Nee hoor, we doen na de vragen. Als u snel uw vraag stelt, dan doen we daarna de motie in stemming. Als u het goed vindt. Ja, nou ja, ik bewonder uw strategische inzicht. Motie 13. Voorzitter, zou ik daar eerst nog een klein dingetje over mogen zeggen? Ja, maar u hebt er al heel veel over gezegd. Ik heb al heel veel gezegd, maar ik begreep uit de reacties dat mensen verbaasd waren waarom we dit vanavond doen en waarom wij dit urgent vinden in dit vragenuur. We hebben de informatie pas in de afgelopen dagen gekregen en het is zo urgent omdat de planning is om dat nieuwe plan al in 1 april in te laten gaan. En dan is dit de laatste raadsvergadering voordien. Okay. Vandaar de urgentie. Nogmaals, we hebben niets achtergehouden. Wij zijn zelf ook maar kort aan de informatie gekomen. Okay. Inmiddels heeft u allemaal de brief gekregen, is meegekopieerd. Heeft iedereen wel de tijd gehad om dat even te lezen? Nou, dat zijn 5 zinnen, dus dat lijkt me niet mooi. Ja, het maakt daarom. Nou, ja. Wij vragen dus in het dictum niets meer en niks minder dan alleen de onderhandelingen te heropenen over een passende dierenopvang. En wij vinden het wel belangrijk om deze motie te laten stemmen in de raad van vanavond. Want wij willen gewoon graag weten dat ook de gemeenteraad van Hilversum de steun heeft voor Krailo. Ja, maar
Mevrouw Wijnands. Ja, voorzitter. Mag ik wat van mevrouw Saus? Nee, ik wou eerst mevrouw Wijnands even. Het CDA zal deze motie niet steunen gezien het advies waar het thuis hoort in het gewest. En daar kan alles behandeld worden. Niet hier. Okay. Ja, maar mevrouw Saasjas. Heer Hagelager. Allemaal prachtig wat u nu aan het doen hebt, maar u maakt er natuurlijk nu toch een beetje een lastig verhaal van. Want in de eerste plaats gaat u het ontkoppelen uit het regionale verband. Nou, dat vindt al een heleboel fracties vinden dat niet zo heel prettig. Dan dient u die brief in met die 5 zinnen waarvan wij ook niet kunnen verifiëren wat eraan klopt. Dan houdt u toch nog vol om die motie in te dienen waarvan u het gevaar loopt als die wordt weggestemd, dat u eigenlijk veel slechtere dingen voor het dierenasiel gaat bereiken als dan dat we zeggen, joh, laat maar even uitzoeken, mevrouw Bakker, zien we morgen. Dus mijn stelling is dat door het indienen van uw motie vanavond u eigenlijk de slechtste dienst voor het dierenasiel kan bewijzen die u nu doet. Dus gebruik nou gewoon uw gezond verstand, en dat heeft u. En doe dit nou allemaal niet, mevrouw, want dat gaat niet goed komen. Mevrouw Saatsias heeft erover nagedacht en die heeft besloten die motie te handhaven. De heer Meddens. Meneer de voorzitter, mag ik reageren op meneer Hazelager? Ja. Kijk, wij vinden het juist wel heel belangrijk dat er in deze raad van Hilversum over wordt gestemd. Er wordt ook gepraat in de raad van Bussum, Weidemeren. Die vragen om nieuw onderzoek. U gaat mij toch niet vertellen dat u dit belangrijke onderwerp afschuift naar het gewest. Wij maken deel uit van het gewest en het is belangrijk juist in dit verhaal om de steun vanuit Hilversum Centrum Gemeente, waar zeg maar dit asiel zich ook bevindt, om hieruit de stem te laten horen. Maar u maakt één denkfout. U maakt één denkfout. Nee, even. Nee, ik krijg het woord. U maakt één denkfout. Punt 1. Denkt u dat alle raadsleden op grond van de info die u nu vanavond even op tafel smijt, dat iedereen zo kan schakelen dat ze zeggen, oké, we gaan om, we doen het helemaal anders. Punt 2, is er een verzoek van uw collega's om het morgenavond nog een keer te vragen, dat negeert u ook. Ten derde heeft de wethouder gezegd, ik wil het even navragen, dat negeert u ook. Dan zijn er al die raadsleden die vragen dat aan u. Die motie mag van mij ten alle tijden nog een keer in de raad besproken worden. Maar raadsleden vragen u gewoon even een beter informatief traject. Duidelijk. Dat wilt u allemaal niet. En dan verwijt u die andere raadsleden die een beter informatief traject willen, dat ze niet goed bezig zijn met het asiel. Duidelijk. Het kan toch niet waar zijn? Nee, voorzitter. Ik vraag niemand om een volledig plan te accorderen. Dat vraag ik niet. Ik vraag slechts om uw steun om de onderhandelingen te heropenen, zodat we weer verder kunnen met het dierenasiel Krailo. En dat vraag ik in het bijzonder van u vanavond. Want daarmee kan ik morgen naar het gewest. Ja, duidelijk. Meneer Meddens. Voorzitter, een korte stemverklaring. Ja, ik vind het jammer dat het vandaag hier zo op het spits wordt gedreven. Op zichzelf is mij niet volledig duidelijk wat de consequenties zijn van die brief. Ook niet als ik naar het honden- en kattenbesluit kijk. Ik wil graag weten morgen van de behandelend wethouder, mevrouw Bakker, in het gewest. Wat betekent dit? U heeft hierover nagedacht. U moet daarover hebben nagedacht, want u heeft een heel plan. En dat honden- en kattenbesluit is niet van gisteren. En als haar antwoord is, meneer Beddens of mevrouw Saasias, want u zit samen met mij in dat gewest, dus we kunnen dat daar gewoon samen doen. En meneer Kastje zit er ook. Een stemverklaring is over het algemeen vrij kort. 30 seconden heb je daarvoor, voorzitter. Ja, dan bent u al overheen. Dank u wel. Ik wil aan stemming toekomen, want mevrouw Saatjas, u hebt echt alles gezegd wat u kan zeggen. Daar ben ik van overtuigd. Voorzitter. Dus ik wil alleen nog maar stemverklaringen hebben en verder niet, want ik ga het echt in stemming brengen. Ik vraag alleen om de deur niet dicht te doen richting Krailo. Maar dat hebt u al 10 keer gezegd. Ja, maar het is belangrijk dat ik het nog een keer zeg, voorzitter. Maar, nee, dat is geen alleen nog nieuwe argumenten, stemverklaringen en dan stemmen. Nee, voorzitter. Met alle soorten van respect en genoegen, maar het werkt contraproductief op deze manier. Ja. We gaan echt niet sneller als u als een baas van de Volkskrant de vergadering doorheen ramt. Het is een vragenuurtje. U hebt zelf afgesproken dat een vragenuurtje. Dit zijn onderdelen voor een commissievergadering. Voorzitter, dit is gewoon een agendapunt. Er is een motie aan de orde. Ja, nou precies. Maar dan hebt u een stemverklaring en dan is het dat. Maar dan gaat u niet eindeloos met elkaar in debat. Zeker niet als er geen nieuwe argumenten komen. Ik leg uit, voorzitter. Er staat nog een agenda van zeker 5 punten op de agenda en daar hebben we ook recht aan te doen. Jazeker, en daar is de spreektijdregeling voor. En dit is allemaal ruis. Zo is het.
Ja, maar ja. Voorzitter, ja, ga bij uzelf te raden. Geeft u mij de schuld, ik vind het prima, de heer Dijkstra. Nou ja, procedureel klopt het niet wat u zegt. We hebben gewoon een motie aan de orde, daar kun je gewoon in twee termijnen over discussiëren. En pas daarna gaan we over tot de stemverklaringen. Okay, u schuift dat allemaal even weg en zegt, doe maar stemverklaringen. Ja, omdat ik haast maar heb. Maar ik heb het idee, ja, dat snap ik. Maar... In het belang van u, de heer Dijkstra. Goed, onze stemverklaring. Wij adviseren mevrouw Sazias om de motie aan te houden, want op dit moment zien we niet voldoende reden om deze motie te steunen op deze manier. We hebben vertrouwen in de wethouder en we vinden het te snel om nu over één nacht ijs te gaan met deze brief die hier over de tafel gaat. Dank u wel, de heer Kasje. Voorzitter, overwegingen maken deel uit van een motie. Dus dan kan mevrouw Sazias het hebben over een besluit, maar overwegingen maken deel uit van een motie. En in de overwegingen wordt verwezen naar een brief waarvan ik op dit moment niet kan beoordelen wat daar de consequenties van zijn of de strekking van zijn. Dat maakt dat ik op dit moment, en als ik dan overigens ook kijk naar het dictum, als GroenLinks niet voor deze motie gaan stemmen. In het dictum staat al of niet regionaal. Wat mij betreft moeten we vasthouden in het belang juist ook van die zwerfdieren, dat we als 9 gemeenten dat die wettelijke taak op die manier regelen. Dus voor onze reden om nu niet daarmee in te stemmen, wat mij betreft gaan we daar morgen in het AB opnieuw over in discussie. Dank u wel. Mevrouw Sazias. Meneer de voorzitter, gezien de uitkomst van de vorige sprekers. En ik wil helemaal niets bederven, ik wil hier voorzichtig mee omgaan. Ik zou dan wel graag, wij willen de motie aanhouden, maar ik zou dan wel graag aan de wethouder willen vragen of hij zijn ingangstermijn van 1 april, om dit nieuwe plan, wat volgens mij dus niet mag van de LID, niet in 1 april in te laten gaan. Wij houden dan de motie aan. Wethouder Van Hond. Ik heb in mijn brief geschreven dat, dat we in overleg zullen gaan, even op basis van de thans bekend gegevens. En dat we in alle redelijkheid naar een goede afbouw willen. Dus als dat 1 april, als dat te snel is, dan zullen we zonder meer dat verder een later tijdstip kunnen doen. Daar ligt het probleem helemaal niet. Maar nogmaals, ik heb al gezegd, dus ik geef 1 april, daar zal ik Krailo niet aan houden. Goed, dan houden we de motie aan. Ik ga morgen vragen stellen in het gewest en dan komen we hier nog op terug. Heel goed, dank u wel.